Welkom bij River Vlogs, aflevering 43. Hardlopen in Zaltbommel, deel 2. In aflevering 23 zag je waar Ans vaak hardloopt. En in deze aflevering maakt ze haar rondje voor ons af. Hallo allemaal, ik ben Ans en ik woon in een mooi stadje aan de Waal. Ik woon in Zaltbommel. Ik loop ook hard. En twee keer in de week loop ik een rondje van 5 kilometer om de oude stad van Zaltbommel. Je hoort hier het carillon van Zaltbommel spelen. Een carillon is een klokkenspel. En dat zit in dit kleine torentje van de gasthuiskapel van Zaltbommel. Nu kan ik de bekende brug over de Waal heel goed zien. Jullie kennen hem vast ook wel. Deze brug is in 1996 gebouwd. En hij heet de Martinus Nijhoffbrug. Een beroemde Nederlandse dichter heeft een gedicht geschreven, waarvan de eerste regel was: ik ging naar Bommel om de brug te zien. Het is een heel bekend gedicht geworden. En die dichter was Martinus Nijhoff. Nu weet je ook waarom de brug zo heet. Dit punt, het oranjebolwerk, is een van de favoriete stukken van mijn rondje. Hier komt alles samen. Hier geniet ik heel erg van. Tussen de bomen door zie ik de Sint Maartenskerk met zijn beroemde stompe toren. De kerk is in de 14e en 15e eeuw gebouwd. Mijn rondje is bijna klaar. Door een arkje, over nog een bruggetje met mooie wilgen, loop ik het laatste stukje richting mijn huis. Ik hoop dat jullie ook een beetje hebben genoten van mijn mooie rondje Zaltbommel. Er valt nog veel meer te vertellen over Zaltbommel, want ik ben niet eens in de binnenstad geweest. Als je nu van de zomer niets te doen hebt en het is mooi weer, dan stap je op de fiets en dan fiets je naar Zaltbommel en dan ga je genieten van al het moois wat ik je heb laten zien. En je kunt hele lekkere Italiaanse ijsjes kopen in Zaltbommel. En die kun je heerlijk opeten aan de Waalkade. Een goede tip voor een mooi dagje uit. Tot ziens allemaal. En jij? Waar loop of fiets jij graag?